was vorige week even ieders held in Nederland. Iedereen hoopt op het beste en vooralsnog is het nieuws alleen maar goed geweest. En zijn bijnaam Edje prijkt ook op een speciaal opkomstshirt bij RKC met een foto van de keeper erop. Mooie gebaren van fans en spelers. Eerste ontmoeting ooit in de Eredivisie tussen Almere en RKC. En zien we natuurlijk met Houwen een nieuwe keeper onder de lat. Zijn laatste wedstrijd mei vorig jaar in het shirt van Vitesse. Hij maakt dus zijn debuut voor RKC. Van La Parra, Van den Buis voorbij. Rajiv van La Parra. Eerste kans van de wedstrijd, 7e minuut. Het schot gaat over. Hij krijgt ook heel veel ruimte hier van La Parra om de bal goed door te koppen. Dat lukt hem niet. Lelieveld, slechte paas. Floranus. Robinet. Kitala. Bal onderweg nog aangeraakt. Zo is de start van de thuisploeg flitsender. Goeie bal van Lelieveld. Kramer krijgt een herkansing. Lokesa. Handschoenen van Bakker. Meijers, dat is een vervelend stuiterballetje. Maar niet voor Bakker. Neergehaald. Kramer hemzelf wil wel een poging gaan wagen. Dat wordt nu de linker van den Buis. En die lijkt er even in te gaan. En dus juicht ook het meegereisde RKC-publiek. Maar die zien vervolgens dat de bal er helemaal niet in zat. Gecombineerd door Almere City en Van La Parra wil daarvan gaan profiteren met zijn team. Akoyobi eroverheen, Van La Parra nog zelf en achterlangs de grote kans. Maar er komt er nog één, want deze die is wel binnen. Robinet maakt de 1-0 voor Almere. Zijn derde in de Eredivisie en dat terwijl hij maar 2 doelpunten maakte in 73 wedstrijden Ligue 2. Hij houdt wel van Nederland zo in het begin van dit seizoen. Meijers laat zich ringeloren. En dan is het heel even 3-3. Akoyobi, dat is heel mooi gedaan. Akoyobi krijgt hem ook nog voor. Floranus, weer dat overzicht bewarend. En Robinet, het was een werelddoelpunt geweest. Stampt daar met de handen tegen het gras. Julian Lelieveld weet dat dit een grote kans is. Stuurt alleen die bal met heel veel effect voorbij die paal. Okili. Een serieuze knal tussen de palen. De voorgaande 3 clubs debuteerden in de Eredivisie en hun eerste 3 thuisduels verloren. De Volenwijkers, Vitesse en RBC wonnen hun 4e. Almere nu op voorsprong in hun 4e thuisduel. Kans Almere, Koopmeiners, Van La Parra. Dat is toch echt een enorme mogelijkheid in de eerste minuut van de tweede helft. Robinet in 1 keer knap doorgespeeld. Kathleen voor de goal. Ze hebben kans om te schieten voor Robinet. Nog een keer misschien. Koopmeiners was er ook nog bij. Van La Parra kan daar net niet bij. Dat scheelde een haartje.
Kramer. Margaret. Zelf voor het schot. Dat zeilt in de handen van Bakker. Dit zijn normaaliter verdedigende kwaliteiten die Lelieveld moet bezitten. Maar hij neemt de bal aan met zijn arm. Rajiv van La Parra. Dat stuitje had voor hem nog iets eerder moeten plaatsvinden. Nu gebeurde het eigenlijk. Even wat angst op het gezicht bij Akuyobi. Linkerbeen ook op de grond. En daar in het duel met Lokeza lijkt dat bovenbeen even heel ver van de knie af te staan. Het is te hopen dat dat allemaal goed is afgelopen. Maar hij lijkt veel pijn te hebben. Manuel Royo is die vervanger. Adeboye. Bakker laat hem daar los. Doorspelen mag. Kramer schiet. Dat hebben we nog maar weinig gezien in deze wedstrijd. Maar omdat Bakker nog steeds in zijn eigen 16 meter staat, kan hij ook nog op de voor hem gewenste manier naar die bal toeduiken. Zou het de start zijn van het echte slotoffensief? Want je kan toch niet zeggen dat er sprake is van een stormloop in de kloof. Daar bij het doel van Bakker. Roemeratu mag door. Geen overtreding op Robinet. Oukili, Lelieveld. Daar staan er toch al een aantal in het geel. Bakker pakt de poging van Margaret, die sowieso niet tussen de palen was. Bruma, de stormram. Misschien schampt hij de bal nog even. Lokeza kan niet goed uithalen. Terwijl daar toch de mogelijkheid voor leek te zijn. Barbe, ritmeester van de Kamp. Dan ligt het wel aardig open hoor, ritmeester van de Kamp. Gaat hij het zelf doen? Nee, hij laat het. Aan Hansen. Maar die is toch wat wild. Na die uitwinst in Galgenwaard werd er al gezegd een bevestiging dat we op de goede weg zijn. En nu, na de eerste thuisoverwinning in de clubgeschiedenis op het allerhoogste niveau van Nederland, zal Pastoor misschien wel zeggen, zie je wel, Almere hoort er echt bij in die Eredivisie.